Yo, Vanco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Tech It, hier op Vanco Games. En jongens, ik wilde vandaag eigenlijk helemaal geen aflevering gaan doen, maar ik zag dat jullie de vorige aflevering meer dan 3500 likes hebben gegeven. En ik heb een heleboel nieuwe mensen hier in de Tech It wereld aangenomen. Dus dat betekent dat we een heleboel dingen te vieren en eigenlijk ook wat te vertellen hebben. En de eerste met wie ik deze afleveringen ga opnemen is... Doliri, Bram. Bram, jongen, waar ben je? Ben je buiten? Ik ben hier, ik ben buiten. Hallo. Ja, heel goed. Hey. Hoi, hi. De mensen die Bram kennen, die zullen hem waarschijnlijk wel herkennen van Atla. Is een van de eerste gasten die mij daar ook mee ging helpen. Maar er zijn er nog twee. Er loopt nog ergens, een Jos loopt er nog ergens rond. En een Joris. Joris driepunter. Ja, die is ergens. Die is ergens een beetje een derper, maar die kunnen we echt totaal niet vinden. Hey Bram, nee. Andere dingen. Jij bent heel goed bezig met een fabriek bouwen. Inderdaad. Het is echt een pokkenwerk. Al het opgraven van alle stenen en zo. Holy maar er, dit is dus allemaal legit gegraven. Ja, zeker. Wow. Ik heb mooie stijgers omheen gezet. Hier, kijk. Nice. Oh, dan kan ik helemaal naar boven. Oh, ik wil even naar boven klimmen. Let's go klimmen naar boven. Nee, want kijk. Weet je, Bram. Ik had jou aangenomen. Omdat ik wist dat je ook al Tech It deed. Ja. Dus jij weet wat je moet doen. Sick. Ik ken jou een beetje. Niet heel erg goed, maar wel een beetje. En ik weet ook wat ik aan jou heb. En dat heb ik gewoon echt heel duidelijk goed geregeld. Want holy shizzle. Ja, het is best wel hoog. En hij wordt nog een paar keer hoger waarschijnlijk. Ja. Verdiepingen erin. Maar jij zei dat dit een fabriek moet worden. Maar wat voor fabriek gaat dit dan worden? Want het is een hele grote hal. Ja, ik weet het niet. Het moet sowieso allemaal machines inkomen. Misschien een nucleaire reactor. Ik weet het niet. Twee nucleaire reactors. Ja, één aan de ene kant elkaar. En één aan de andere kant. Als er maar één kapot gaat, dan hebben we de andere nog. Als er maar plek over is voor een koffiezetapparaat, want anders... Tuurlijk, Bram. Er is gewoon een koffiezetapparaat in de hoek. Dat moet. Ik heb hier namelijk ook koffie. Kijk, koffie. Ah. Oh, lekker. Ja, je kan het niet zien, maar ik heb een heel mooi koffiekopje. Kijk, met bolletjes erop. Ik heb twee bolletjes. Super. Hey, maar super tof. We zijn met z'n vieren nu, op dit moment. Ja. Deze fabriek gaat heel erg tof. Maar deze fabriek is niet alles wat wij moeten gaan doen vandaag. Want jij zei net tegen mij dat jij meer hout wilde hebben. Een bepaalde soort. Ja, rubberhout. Dat is een stukje verderop, daar die kant op en die kant op. En daar kunnen wij niet bij, omdat het niet van Vacotopia is. Oh, kan je er wel komen? Ja, dat wel. Dan gaan we gewoon die kant op. Dan haal ik het wel weg. Voorzichtig. Levensgevaarlijk hier, Bram. Ja, een bouwplaats. Is dit goedgekeurde Arbo-dienst? Weet ik niet. Als je helm maar op doet. Ja, die heb je. Wat voor skin heb jij in godesnaam? Een dwergenskin of zo? Ik ben een dwerg. Oh, hij is cool. Ik wilde Bram eigenlijk de koffiedwerg rang geven, maar dat werkt toch niet zo goed. Nee, dat is jammer, hè? Moet ik Vincent eventjes een beetje boos over aankijken. Ik had hier eten. Dan heb ik nodig een axe. Of niet? Ja. Toch? Ja, oké, axe. Ik neem ook mijn zwaard mee. Cause you never know. Ja, ik heb ook een dikke battle axe bij me, dus dat scheelt. Tuurlijk, je bent een dwerg. Elke dwerg heeft een battle axe. Ja, natuurlijk. Dat is handig. Dat zag ik al in The Lord of the Rings. En nu ook bij jou. Ah, Gimli. And my axe. My little friend. Gimli is een baas. Dat is echt, dat is mijn lievelingscharacter van de Lord of the Rings natuurlijk. Serieus? Is echt een baas die. Zo'n big battle axe. Ja. Oké. We zijn er. Oh, dat was kort. Ik denk dat we moeten 100.000 kilometer lopen, maar. Kijk eens wat ik heb. Ik heb iets moois in mijn hand. Deze. Ik ook altijd. Wauw. Volgens mij kan jij dat wel gebruiken. Dat is een tree tap. Die klik je op dit stukje hout, zeg maar. Ik weet niet of jij dat kan. Kijk. Zeg je dat? Holy shit, wat heb ik nou weer? Sticky resin. Ja, en daar kunnen we rubber van maken. En dat hebben we nodig. Hoppa. En nog meer. Hoppa. Collect all the sticky resin. Woe. Altijd als ik met iets anders in mijn hand zit, dan komt er ook sticky resin uit. Maar dat is wat anders. Dat telt niet. Hoppakee. Sorry, heel fout. Deze moeten we dus meenemen. Ja, hak er maar een paar om. Dan kunnen we de saplings meenemen en alles. Let's do this. Kijk, ik kan het namelijk wel op een of andere manier. Ik weet niet waarom. Ik kan wel zo'n normale boom omhakken.
Een normale boom wel, maar deze niet. Ja. Nee, kijk. Hoppa, die hak ik zo weg. Alsof het waarom niks is. Waarom kan je die wel en deze niet? Dat snap ik ook niet. Dat is helemaal weird. Dat klopt niet helemaal, hè. Paddenstoelen kan ik meenemen, maar ik kan geen grond opgraven. Oh, what the fuck? Ja. Dat is best wel heel erg vreemd. Dat ga ik eens eventjes uitzoeken. Dat kan natuurlijk niet, hè. Wat vinden jullie trouwens van mijn kapsel op dit moment? Bram kan het weer niet zien, maar... ik ben vanochtend vergeten om mijn haren te kammen toen ik naar Fort Vaco ging. Iedereen die bouwt hier, ik bouw in Fort Vaco en ik ben gewoon vergeten om mijn haren te kammen. Het ziet er niet uit. Stop met me uit te lachen. Ik kan het niet zien, maar ik lach je alvast uit. Bram. Oei. Moet je niet doen. Hé, ik heb hout, maar ik heb nog geen saplings. Dus, nee. Oh, hier. Ja. I got one. Oh yeah. Waar is die ander? Hier is er ook nog een. Kan je die wel pakken of niet? Kan je dat proberen? Kan ik wel pakken, maar dan moet ik er wel bij kunnen. Wacht even, ik haak hem weg. Ik ben kan te fijn. Kan je erbij? Nu mag ik hem pakken, ja. Ik kan wel dingen oppakken. Dit is echt weird. Ja. Roze paddenstoel. Het huisje van Kabouter Spillebeen. Even slopen. Die even slopen. Dat kan ik wel. Zo. Maar goed, we hebben dus rubberbomen. Ja, die hebben we nodig. Een hele boel. Okay, die hebben we nodig. Dus die moeten we ergens in een soort rubberbomenfarm gaan neerzetten. Ja, bij ons in Vacutopia, hè. Is wel handig, ja. Ja, hier nog eentje. Let's go get him. Let's go get him. Ik weet nog een plek waar er nog veel meer zijn. Ik ga graag met je mee. Waar gaan we heen? Let's go. Deze helemaal deze kant op. Helemaal terug. Helemaal terug? Helemaal terug. Oké. Okay. Helemaal terug. Hop, hop. Mag ik dit varkentje ook even slachten? Ja, tuurlijk. Ik haat roze. Oh, hier. Ik wou even zeggen, ik haat roze, maar... varkentje is al dood. En dan kom je hier over de berg heen en dan staat er een hele grote fabriek voor je neus. Daarboven op de berg. Nou, kijk, ik was dus echt zo serieus zelf niet op het idee gekomen om een fabriek te bouwen. Ik had waarschijnlijk allemaal losse dingetjes gedaan. Hier kan je dus alles inzetten wat je nodig hebt. Tof. Kunnen we ook een koffiebonenfabriek regelen of niet? Ja, tuurlijk. Dan moeten we wel koffiebonen hebben. En volgens mij kan die uit een jungle halen ergens. En die zit hier ook ergens in de buurt. Dus dat gaan we ook een keer ophalen. Er is in de buurt inderdaad een jungle. Dat heb ik gezien op de Dynamap. Heeft niemand snapper dan ik. Oh. Want ik hou jullie altijd... We zijn rijk, hoor ik net. Waarom zijn we rijk, Bram? Oli! En het is geen inzicht midden in Qatar of Afghanistan, jongen. Zit hij gewoon midden in de berg. Gaan we elkaar helemaal insmeren met olie, Bram? Is goed. Zin in. Hey, maar hoe krijg ik die zwarte stikkie smurrie mee? Dit moeten we, volgens mij moeten we hier een pomp voor maken en het oppompen. En dat is dus, duurt nog heel lang. Zoiets? Ja, zoiets. Dat is een pomp. we zijn er. Pomp. Ah, mooi. Kijk. Oh, dat valt allemaal best wel mee hoe ver alles lopen is, joh. Ja, je kan ze herkennen, die bomen. Er zit een grote punt bovenop. Okay. Ja. Dit is een grote puntmutsboom. Dat is een hele racies, die bomen. Hele racies. Ik haal ze allemaal mee. Is goed. Als jij varkens regelt dan in de tussentijd, dan... Oeh. Dan zag ik jou heel druk mee bezig. What the F? Warmer. Oeh. Dat, heb ik dat is interessant. Ja. Dat is interessant. Maar die fabriek die jij gemaakt hebt, is die ook van marmer of is die weer ergens anders van? Ja, die is van marmer. Oké. Een hele dure fabriek. We zijn gewoon echt gestuild in Vacutopia. Ik weet niet waarom, maar... Ja, tuurlijk. Dat is nou helemaal zo. We zijn de patsers. We zijn de patsers van die server. Ik neem er eentje mee, Bram, en dan smeer ik hem echt als de malle, want ik vind het gevaarlijk hier. Het wordt donker. Ja, sterker nog. Het is het al! Het is al donker, Bram. Kom op, we gaan naar huis. Ik ben bang. Ik wil weg. Waar ben je? Ik ben je kwijt. Oh nee. Ik sta echt op de rand om naar beneden te donderen. Oh. Je moet uitkijken waar je loopt. Nou. Daar ben je. Holy shit. Uit. Zo. Dat was meneer Varkentje, was dat? Nou, je maakt je haat er los. Ja, dag, niet deze. Deze was cool. Shush, mijn toetjes. Loop naar huis, kom op. Oké, okay, ja, kom. Ik heb er weer genoeg hier. Let's do this. Oh, vijand. We hebben sticky resin. Wat doe je, Bram? Au. Hij is dood. Ah, goed zo. Ja. Alles moet dood.
Alles moet dood. Ik haat zwemmen. Ja. Nou, hey, toevallig ik ook. Top. Ik vind het echt niet leuk. Oeh, wacht, hier is ook nog wat. Oh, nog meer marmer. Is dit marmer? Waar ben je? Ik zie je niet. Oh, daar ben je. Nee, wat is dat? Waar is marmer? Ja, hier in een gat. In de grond. Mooi wit. Oké, dus hier moeten we naar uitbreiden. Ja, deze kant een beetje op. Naar achter de fabriek toe. Daar zit ook nog heel veel. Oké, wacht zit... eens. Even kijken of dat ik dat nog weet hoe dat moet. Town claim. Oh, hij is niet aan de edge. Oh. Ik moet hem aansluitend hebben. Oh, nee! Dit is de rand. Ja, hij moet aan de rand aansluiten. Deze. Auw. Headshots. Oké, dan ga ik hier. Town claim doen. Processing town claim. Ja, hartstikke mooi allemaal. Dan is hier de wildernis. Town claim. Oké. En dan hier. Wildernis. / town claim. Zo. Kijk, persoonlijke bodyguard. Heel goed. Hier is wildernis. / down claim. Volgens mij is het nu van ons. Ik weet het niet. Eens even kijken. Ik. Hier is de wildernis nu. Dus als ik hierheen ga, dit is vaak topje. Is dat helemaal deze kant op? Nee, dit niet. Nee, het is een soort hoekje wat ik er nu aangemaakt heb. Okay. Maar hierachter moet ook nog een stuk. Ja. Wat hierbij? Hierachter nog heel veel. Die zitten als het goed is onder de grond een hele grote spleet. Bram houdt van hele grote spleten. Ja, je weet zelf. Ja, Bram, smerig. Vies mannetje bij jou toch af en toe, zeg. Tjonge, ja, jonge, sorry. Jonge. Nee, maar wat Vincent dus tegen mij zei, is dat er een manier is om ook met resources gebied te claimen. Nou echt? Ja, alleen ik weet nog niet precies hoe dat moet. Dus dat moet ik eventjes gaan leren van hem, denk ik. Want dat zou wel heel handig zijn als we dat kunnen. Zeker. Zeg maar. Ja. Dan kunnen we daar rekening mee houden. We hebben sowieso veel meer grondgebied nodig, want het schiet niet op zo. Kan niet zoveel meer. Nee, dat is een beetje vervelend. We moeten gewoon echt ruimte hebben. Ik kan het je wel laten zien waar ik mee in de war zit. Graag, graag. We brauchen Lebensraum. Dat is wat we brauchen. We moeten die ganze episode in Duits vervolgen. Maar ik kan helemaal geen Duits. Hey, Duitser! Oh nee, niet Duitser. Joris. Sorry. Ja, is dat. Ik wou zeggen, Joris. Misschien is die wel Duits. Het zou zomaar kunnen. Joris Duits? Is dat een Duitse naam? Ja, dat weet ik toch niet, hè, Bram? Wel als je het zo uitspreekt in het Duits. Joris! Ja, het is Duits. Joris. Joris, bist du ein Deutscher? Joris, 3 punten. Nein, Joris schreeuwt niet, dus het is geen Duitser. Alleen Duitsers schreeuwen altijd. Klopt. Laufen, hè, Bram, laufen! Jawohl! Gehen sich nach beneden! Is de koffiebunker trouwens. Vet leuk. Right. dit is niks. Like Stouwer. Dit is niks. Dit is niks? Nee, is niks. Nee. Er zit niks in die kist. Er zit geen uranium in die kist? Nee hoor. Nee, echt niet. Echt niet? Nee. Nee, als er geen uranium in die kist zit, dan is het... Nee, er zit geen uranium in deze kist. Nope. Hey, Joris, weet je dat er geen uranium in die kist zit daar, Joris? Er zit echt niks in. Ik zweer het. Kijk dan. Hier, helemaal niks. Nee joh, er zit hier helemaal geen uranium in. Helemaal nee, niet. Nee. Nee joh. Jongens, echt niet. Even kijken hoor. Gaan we echt niet gebruiken om een kernbom uit te maken. Echt nee, niet. Echt niet. Pff. Echt niet. Die gaan we echt niet boven de Vincent's hoofd gooien. Echt. Ik ga even dat stapje. Echt niet. Dank u. Hier heb ik dus al die marmer vandaan gehaald. Dat is nice. Hier. Maar deze kant op. Deze kant op. Ja? Hier eindigt... Psychotopia ergens. Scheiße. Hier. En daar. Okay. Allemaal marmer en resources en meuk en bla bla bla. Oh, dus we moeten eigenlijk gewoon die token. Wat we eigenlijk moeten doen. Is deze hele canyon zien te claimen op een of andere manier. Ja, precies. Dat hebben we nodig. Dat moeten we dus hebben. Dus we moeten ervoor zorgen. Dat we deze canyon hebben. Er zit hier trouwens iets van bruin. Ik weet niet wat het is. Kopper. Gok ik. Kopper, hebben we dat nodig? Jazeker, we hebben alles nodig. Oké, dus wij moeten dus een paar dingen doen. We moeten er A voor zorgen dat Vacotopia groeit. Maar ik kan maar een bepaald aantal keer zo'n gebiedje claimen. Top. Volgens mij had ik al 8 van de 16 gebruikt. Ik heb er nu 4 ingezet.
Dus dan heb ik er nog. Bram, reken eens uit. Ik kan absoluut niet rekenen. Kom op, Bram. You can do this. 8, 4, jongen. 5? Verschrikkelijk. Oké, ik ga het even de vacuumgamers voorleggen, want die kunnen misschien beter rekenen. Vacuumgamers. Ik heb er 16 maximaal. Ik had er al 8. Ik heb er vandaag 4 ingezet. Hoeveel heb ik er nog over? Hoor het antwoord in de reacties van Bram kan niet zo goed rekenen. Sorry, Bram. Man. Ik kan niet. Ja. Dat ben ik heel slecht in. Sorry. Het is echt verschrikkelijk. Weet je wat je eigenlijk... Nee, wacht. Stop maar. Ho. Nee, laat maar. Weet je... Nee. Ik zit echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk, Bram. Laat maar zitten. Hier zit ook nog wat. Dat is Tin. Wat is dit? Tin. Ja, pa. Pak maar. Kijk. Jij weet ook echt gewoon uit je hoofd wat die dingen zijn. Ja, ik doe het zo lang. Ik doe zelfs uitgebreidere pakketten van dit. Dus nog meer erbij, dat je naar de maan kan en al dat soort meuk. Dat heb ik gezien. Is dat MoonQuest? Dat is MoonQuest, ja. MoonQuest. Ik heb dat gezien op Steengoed. Trouwens, VacuGamers, als jullie zin hebben in meer Bram... en meer MoonQuest en dus uitgebreidere shizzle... check Steengoed. Er staat een link in de beschrijving. Ga er even naartoe en klik even op abonneren. Want dat vinden zowel Bram als ik heel leuk op een of andere manier. Ja, zeker. Weet je, MoonQuest is dus de bedoeling dat je naar de maan gaat. Dat is een van de dat kan ja. Je kan naar de maan. Dat is onze hoofdbedoeling, zeg maar. Hoe je dat ook maar uitlegt. Het hoofddoel. Het hoofddoel. Het primaire doel. Wat je ook kan, is naar Mars. Je kan een space station bouwen ergens in midden in de ruimte, weet ik veel. Wat? Ja, dat is echt heel vet. Dat wil ik ook kunnen, G. Kom een keer langs, zou ik zeggen. Oh, dat zou ik zeker doen. Dat zou ik zeker doen. Ik ben trouwens al een hele tijd geabonneerd op Steengoed. Ik weet niet of je het weet. Ja, dat wist ik al. Volgens mij echt al sinds de Atlap-tijd of zo. Dat is al bijna een jaar. Dat is echt al heel erg lang. Maar weet je, Bram, wij hebben voortgang gemaakt vandaag. Zeker, ja. Want we hebben rubber. Ik heb één stukje tin. We hebben flesh, heel veel flesh. Ja. We hebben... een nieuw gebiedje waar jullie en waarschijnlijk ik ook vanavond marmer kunnen gaan hakken. Dat hebben we. En ik heb een stukje tin. Dat is heel belangrijk, die tin. Dat is echt heel goed. Handig. Goed. Oh, en op dat is handig. Om aan te likken. Ah, lekker. Lekker. Ik ga jullie vragen, jongens, om eventjes een like op deze video te doen, als je dat nog niet gedaan hebt. Zoals ik al zei, ik heb meer mensen aangenomen dan alleen maar Bram. Dus we gaan eens even kijken of dat we die binnenkort ook ergens kunnen vinden. Zou super tof zijn. Mocht je zin hebben om mee te doen, hou dan zeker de video's op VacuGamers in de gaten. Want ik ga jullie vertellen wanneer er weer invites komen. Bram was een van de gelukkigen. Jos was een van de gelukkigen. En Joris Driepunter was een van de gelukkigen. Maar ik heb er natuurlijk binnenkort nog veel meer nodig. Want Bram die gaat alleen maar koffie doen. En voor de rest gaat hij waarschijnlijk op zijn luie stoel zitten. Dus gaat heel tof worden. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. En als je toch even bezig bent, check even het kanaal van Bram Steengoed. Staat een linkje in de beschrijving. En vergeet ook niet daar te abonneren, want Bram heeft dus ook al TechIt afleveringen. Jazeker. Heel erg goed. Dat is mooi. Ik zie jullie de volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Doei. Mazzel.